Nou, dit is nu 5 euro, met natuurlijk mooie toppings erbij. Ja, dit zal wel dat zou eigenlijk naar de 7 moeten. Maar ik wil het echt niet duurder maken dan 6. Ook de horeca kan er niet meer omheen. De inflatie zorgt ervoor dat de prijzen de pan uitreizen en dat zorgt voor de nodige dilemma's. Bijvoorbeeld rood vlees is 12 tot 15% gestegen. De eieren die zijn afgelopen vrijdag op zaterdag met 33% gestegen. Dus het is echt, met de dag wordt het erger. Olie. Wij hebben de hele lekkere friet. Nou goed, die frituurden we in zonnebloemolie. Nou goed, die is bijna verdubbeld. Voelt het ook echt als een volgende crisis? Nou, wel een beetje. Ik heb wel het idee dat met name nu de leveranciers, en ze zullen er ongetwijfeld niks aan kunnen veranderen, maar dat zij de schade van de afgelopen 2 jaar aan het inhalen zijn en dat wij nu de prijs daarvoor moeten betalen. Het zijn niet alleen de producten die duurder worden, het is ook energie, gas, de lonen gaan omhoog, alle producten worden eigenlijk duurder. En bij deze restaurants heeft dat in ieder geval effect op wat er onderaan de streep overblijft. Als we dezelfde marge willen blijven behalen, dan zal het denk ik uiteindelijk onbetaalbaar worden. Wij gaan genoegen nemen met minder marge. Voor onze gast moet het leuk blijven om uit eten te gaan. En ik denk dat we daar op dit moment dan liever iets inleveren op onze marge. En er wel voor zorgen dat iedereen blijft komen dan dat je je marge blijft behalen. En mensen straks niet meer terugkomen dat het allemaal te duur is geworden. Echt grote prijsverschillen op menukaarten zijn nu nog niet te zien. Maar Koninklijke Horeca Nederland raadt ondernemers wel aan inflatie door te berekenen aan de gast. Er komt vanavond een prijswijziging en een kaartwijziging en daarmee dus een prijswijziging aan. We zullen het deels aan de consument door moeten berekenen. Maar ik zeg ook deels, je kan niet voor een paar stukjes brood 8 euro vragen. Dat gaat niet.